Een hele goede zonnige morgen. Tenminste, zonnig. Het is eigenlijk niet zonnig. En we zijn binnen. We zijn de hele dag binnen. We gaan iets heel gaafs doen. We zijn hier met de BMW M2 bij Van Laarhoven voor alle BMW en Performance onderdelen. Het mooiste is natuurlijk dat we alles eerst moeten uitpakken voordat we op de auto gaan. Dus we hebben hier heel erg veel onderdelen. Dus de achterspoiler staat als het goed is in backorder. Tenzij we die dus hier ergens tegen gaan komen, maar daar gaan we niet meer uit. We hebben nog een andere verrassing en dat gaan jullie gewoon gedurende de video zien wat dat nou eigenlijk is. Want ook ik wist dat niet. Ik ging er niet van uit, maar ik ben er stiekem wel heel erg blij mee. Dus we gaan het allemaal zien. Ik ga het gewoon met jullie uitpakken. We beginnen gewoon lekker met het doosje wat bovenop staat. Ik doe het voorzichtig, want we willen geen krassen maken. Kijken. Oh. Dit is de middenarmsteun. Dit gaat ook zo'n verschil maken in het interieur, jongens. We hebben natuurlijk nu die rode en blauwe accenten in de stoelen. Ook in de middenarmsteun dus. En dan ben ik toch stiekem benieuwd wat dit is, want dit ziet er toch een soort van uit als wel een achterspoiler. Ja, vind even wat dit zou kunnen zijn. Het voelt in ieder geval licht, dus dat is goed. Ik zou zelf niet eens weten wat dit is. Maar ik gok dat dit een frontlip is. Dit zullen waarschijnlijk spiegelkappen zijn. Wow. Dit gaat zo'n verschil maken op deze auto. Nou, we hebben alleen gekozen voor één spiegelkap, want daar, dat is weight saving een soort van. Voordat we nu naar de grote roos gaan, we hebben deze ook. Deze kan ik zelf monteren, denk ik. En Performance tanktop. De diffuser, dus laat ik nog heel eventjes in zitten. Ja, dit is denk ik mijn favoriete gedeelte van deze auto. Oh, oh. Dit is niet normaal. Wat, dit weegt niks. Dit is lichter dan een bak zuikerkruid, wat is carbon. Dit zijn inserts voor de voorbumper. En geloof mij, toen de zwarte auto had, toen viel dit al op. We staan op deze auto. Ik pak hem er heel eventjes in uit. Stickers. Oh, dit is zo vet, jongens. Holy shit. Wow, dit zijn de eindschermen natuurlijk van de bumper die ineenkomen met de frontlip. Ja, zoals je kan zien, de auto staat op de brug. En het is nu tijd om alles te gaan monteren, maar de verrassing, die hebben jullie nog niet gezien. Een klein rondje. Dit is natuurlijk de diffuser. Die is nu zwart, die wordt carbon. De inserts voor de voorbumper. Carbon fiber tanktop. Sticker set. Nog een insert. De eindstukken van de frontspoiler. Spiegelkappen. En Performance middenarmsteun. En de frontlip. En ik dacht stiekem dat het allemaal gewoon ja, opklikken was, dubbelzijdig tape, gelukkig niet kitten en met een paar originele schroefjes, dat is anders. Hier namelijk de bumper liggen en zoals jullie weten zijn dit de huidige inserts die erin zitten, die zijn nu zwart en hier komen de carbon frontstukken op. Alleen die lopen zo en niet zo. En nee, het was geen complete insert, het is een overlay. Dus wat we nu moeten doen is zagen in de bumper van een vrijwel nieuwe M2. Komt goed hoor, Rick? Kom makkie, hè? We zijn lekker op pad. De voorbumper is bijna klaar, maar wat een verschil. Kunnen een paar kleine karbelstukjes wel niet maken op een bumper. Kijk, dit zit hier uiteraard met een beetje spanning, want hier ook moet ik nog even een soort van hechten. Dat is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal op het blauw.
Ja, ik loop er heel even snel doorheen. Je zit er toch tegen je tempers onder deze auto. Het is natuurlijk een nieuwe auto. En nieuwe auto's zijn verplicht uitgevoerd met partikelfilters ofwel OPF-filters. Nou, dat is niet het enige aan demping wat hier al onder zit. Nogal een verschil met zeg maar de andere BMW N2 die we rijden. Maar de verrassing is het verlagen. We gaan de BMW N2 niet alleen voorzien van en performance parts, we gaan hem ook verlagen en later in deze video nog nieuwe wielen. Moet je eens even kijken wat hier al allemaal aan de honden zit, jongens. Godverdomme. We hebben hier al een mooi setje veren. We zijn de allereerste BMW N2 die met deze veren gaan rondrijden. Maar matchend met de remklauwen. Ja, en zo zitten we gewoon alweer in de BMW M2. De auto is klaar, de achterspoiler en alles zijn gewoon nog op tijd binnengekomen. Super blij mee. De reden alleen dat ik het nog niet heb laten zien is omdat we momenteel onderweg zijn naar Banden XL. Want daar liggen de nieuwe wielen voor de BMW M2. En ik denk als dat eronder zit, dan is die helemaal 11 uit 10. De set die van de auto afkomt, 285-30 op de achterzijde. Dit is 295-20. Dus hij is een stukje verder naar buiten. Bandjes nog wat platter. Yeah, met zijn kleur had echt niet beter gekund zo met de striping. Ja, en jullie zullen je waarschijnlijk meteen afvragen. Ik zie Michelin banden, ik zag Pizero's. Waarom geen Vredesteins voor deze BMW M2? Nou, dat heb ik geprobeerd. Alleen de banden zijn in backorder. De banden voor deze maat die komen pas in oktober. En dan hebben we de auto nog maar een maand. Dus deze banden zaten eronder. Zijn uiteraard ook super. En daarom geen Vredesteins voor deze BMW M2. Ja, en de volgende stap waarom we ook bij Banden XL zijn, is het uitlijnen van de BMW M2. Want op het moment dat natuurlijk een auto wordt verlaagd, dan is alles los. Alles gaat los aan de onderkant. En dat past natuurlijk de sporing van een auto aan. Er zit een andere wiel onder, de wielen zijn breder. Dus dat gaan we nu fixen. Wat hebben we gevonden? Ja, ik denk dat hij heel erg zoekerig was op de achterkant. Ja, maar weet je wel. Ja. Dat kan over kloppen. Ja. Ja. Stel, wat hebben we gevonden? Nou, ik sta even kijken rechtsachter bijna 3/4 graad toespoor en linksachter 1/4 graad toespoor. Ja, dan gaat hij wel lekker. Dat is niet goed, hè? Nee, dat is niet. Oké, ik denk dat jullie nu lang genoeg in spanning hebben gehouden. Hier zijn de beelden. Dit is mijn nieuwe BMW M2, volledig M-Performance en afgemaakt met Vosse Wheels. Maar ik denk ook dat het goed is voordat we de video afsluiten nog heel eventjes een rondje te doen, want de auto is niet meer te herkennen. Hij is simpelweg niet meer te herkennen. Voorgaand was hij natuurlijk blauw, heel erg blauw. En nu met de striping, de zwarte accenten, de carbon accenten, het sleepoog, denk ik echt dat we een compleet andere auto hebben neergezet. Samen met Velaro, samen met Banden XL. Ik kijk nog even wat we allemaal hebben gedaan. Normaal is het sleepoog in het rood, wat weer terugkomt in de remklauwen. We hebben natuurlijk deze carbon inserts. We hebben de hele grote frontlid die doorloopt tot de zijkant van de auto. Striping op de motorkap. Carbon fiber spiegelkappen. Deze waanzinnige wielen. Waarvan ik eerst dacht van nou, dit is een tikkeltje fout. Hij is natuurlijk wat verlaagd. Maar ik denk dat dit perfect past bij de auto. Doorlopend natuurlijk de striping op de sideskirts. En hier vallen jullie waarschijnlijk op dat we niet hebben gekozen voor het carbon op de zijkant van de auto. Reden hiervoor is omdat ik eigenlijk dacht, weet je, de auto is al best wel breed van achter. Er zit al een soort van sideskirt op. Dus ik vond het misschien een beetje overdreven. Die kunnen er later nog op. Maar voor nu denk ik dat dit de juiste keuze is. En dan natuurlijk nog de achterkant met het spoilerlipje. In plaats van een hele grote spoiler die we natuurlijk op de zwarte BMW M2 hadden. We hebben hier carbon inserts voor de zijkant. Carbon diffuser. Dit is niet meer te vergelijken. Hoor. Het is een compleet andere auto geworden met een klein beetje tussen aanhaakse carbon. En natuurlijk andere wielen met een verlagingsset. Maar wauw, dit is echt helemaal de shit geworden. Dus ik hoop dat jullie nogmaals net zo enthousiast zijn als ik over het resultaat wat we samen met Banden XL en Velaroven hebben neergezet. Ik had verwacht dat het dik zou worden, maar ik had niet verwacht dat het zo dik zou worden. Aanstaande zaterdag is de auto bewonderd bij Jack's Racing Days. Dus laat me vooral weten als je me hebt gespot.
als je hem hebt gevonden. En voor nu wil ik deze video graag afsluiten. Vergeet natuurlijk niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer heel erg snel. Hoi!